Omdat dit huis, het Patriciushuis, is twee keer verbouwd in de 18e eeuw. En Laurens en Ilse richten zich ook op de 18e eeuw in de collectie. En daarnaast is er hier High Delicious gevestigd. Waar dus de meest heerlijke toetjes oplevert. En scones en nou ja, allemaal heerlijke eetheden. Dus het combineert de 18e eeuw met zoet en allemaal zoetige heerlijkheden. Hij bestaat uit drie tatsa's. Tatsa's zijn serveerschalen met een, die je zo kunt vasthouden bij de steel en een platte schaal. Je hebt ze ook met een ondiepe schaal en dan zijn ze bedoeld om ceremonieel mee te drinken. Maar deze zijn dus plat en dan is het om mee te serveren. Op de schaal bestaat ook nog als topper een conditioner. Dat is een Noors woord voor deze diabolo-achtige voorwerpen met een platte onderkant en bovenkant. Die zijn heel zeldzaam. Je had daar een aantal van nodig. Die zette je op de tafel en dan kwam je met een glazen plaat aanlopen met daarop desserts. En die kon je daarop zetten, zodat je ja, makkelijk kon serveren. Die zijn waarschijnlijk losgeraakt van de glazen platen, die pootjes. En allemaal in de glasbak verdwenen, want het glas wordt altijd door de eeuwen heen gerecycled. En het bovenste glas is speciaal gemaakt voor een geconfijte sinaasappel. Het heet een orange glas of een topglas. En ja, daar stond dus zo'n mooie sinaasappel normaal gesproken op. De dessertsglaasjes, dit heet bonnet glasses, naar de hoedjes die ze droegen in de 18e eeuw. En die lijken hierop en daarom heeft het een bonnet glas. Dit zijn jelly glasses. Daarin werden een soort van puddingjes geserveerd. Het was niet zo stijf als een pudding, maar wat vloeibaarder, zoiets ertussenin. En dat schijnt een heel prettig gevoel te geven in je mond. En dit is dan een pen-topped glas, een komvormig straatje aan de bovenkant eigenlijk. En dat is dan om de room te dragen. Daaronder lag een kleed van leer. Dat werd ook weggehaald, want dat voorkwam dat het kleed daaronder vies werd. Dus dan werd het leer weggehaald en dan kwam er een maagdelijk wit kleed tevoorschijn. En daar werd dan zo'n pyramid of glass, zoals dat werd genoemd in de 18e eeuw, werd die daarop geserveerd. In kookboeken werd niet alleen verteld wat voor desserts je moest maken, de recepten. Er stond ook heel uitgebreid hoe de tafel moest worden gedekt. En voor hoeveel personen, met hoeveel schalen. Dus dat verschilde ook weer per aantal gasten. Nou ja, je hoorde net drie slaaploze nachten. En eigenlijk achteraf 100% mee. Ja? Ja, het was heel niet, het was niet moeilijk. Het is iets wat ik zelfs ook voor mijn eigen gasten gaan maken. Oké. Maar toch niet van deze ton, hè? Die gaat straks in de vitrine, hè? Dan mag er nog iemand voor je aanziet. En heeft u daarvoor een speciaal kookboek gebruikt? Uit ik heb thuis een Mrs. Beaton's cookbook, Mrs. Beaton's Household Management. Oké. En daar krijg je al die recepten in, maar ik heb ook stiekem op internet gekeken. Ja, precies. Ja. Ik zag de schaal, die blijft hier niet staan. Nee, dit is de eerste en waarschijnlijk ook de enige keer dat die echt in gebruik wordt genomen. Want vanmiddag gaan we hem heel voorzichtig afwassen. En daarna dan komt hij op een sokkel te staan in een vitrine. En ja, dan gaat hij echt tot onze permanente collectie behoren. Ja, kostbaar. Zeker. Daarom staat hij ook achter slot en grendel. Dank u wel. Graag gedaan.